Waar jij begint te stralen, denk ik, ik zie het al een beetje aan je, is daar beneden. Ja. In de machinekamer. Ja, kom verder. Dat is een beetje jouw domein. Mijn domein. Ja? Want de machinekamer is natuurlijk het hart van het schip. Ja. En als je dat niet hebt, dan is het een woonboot. Nou, ga je mee naar beneden, gaan we daar even kijken. Nou, daar zit, dat hoor ik ook niet iedere dag. Schipper, mag ik binnenkijken? Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Schipper, mag ik binnenkijken? Je ziet achter mij de VB001 en op mijn petje de VB002. Je denkt vast, wat gaat er gebeuren? Nou, dat ga ik je vertellen. We hebben een flinke reis voor de boeg in ieder geval. Morgen, pa. Hoi. Zo, de mensen denken, zit ik nou naar de vlog te kijken of naar de serie Schipper mag ik bij je binnenkijken? Ik denk van een soort combinatie. Combinatie, ja. Nou, ik ben uitgenodigd door Wil en Peter Scholten om eens een keer aan boord te kijken op hun schip, de Susanna. En dat is een prachtig schip, ze zijn er heel trots op. Maar het verhaal is, dat is een drolrijp. Ja, dat is drolrijp, een hele boven steek. Ja. 220 kilometer zijn, Kees. Ja, dat is net boven de Evenaar. Ja. Het is echt een heel eind rijden. Dus dachten we, kom, laten we met de brandweer gaan. Nee, eerst zei ze. Ja, zijn we er net voor oud en nieuw. Jij zei, we gaan met de camper, of dat zei ik ook. Ja, maar met nu de vanochtend PA. Werd ik wakker. Ik denk, joh, we gaan gewoon eens met die brandweer. Die staat veel te veel stil. Dat is ook zo. En ik kreeg om 6 uur een appie. Kees, we gaan het anders doen. Dus ja. Het verhaal is dat wij straks die kant op gaan, ja. Met de twee honden. Ja. En we slapen met z'n tweeën vannacht in de VB 001. Met z'n vieren. Met z'n vieren, ja. Chico heeft er ook wel zin. Maar wat staat, heeft er ook wel zin in? Wat staat hier achter? Een soort levenspakket. Oh, ik kijk even mee. Krentenbollen. Een paar biertjes. Het lijkt wel een wijntje, cola. Slaatjes. Ja. Ja. Oh, de chocomel. Chico, er zit niks van jou bij. Oh, en paaseitjes, water. We hebben allebei ons slaapzakje bij. Ja. Dus ja, het is natuurlijk wel heel knus, hè? Ja, in de camper. Die had een schelen, één nachtje. Ja. Maar ik ben wel heel benieuwd naar het schip. Het is echt een heel gaaf schip, is het. Ja. En ik ben benieuwd of de camper het goed doet. Ja. En dan geef ik ook een stukje zekerheid. En zeggen, als ik ver weg wilde mee, ja. Krijgen ze nu toch 440 kilometer bij elkaar. Waar ga jij slapen dan vannacht? Ja, niet dat we heel veel keuze hebben, maar... Nee. Nou... Ja, kijk, je hebt twee matrassen. Ja, dit is een soort bank, maar dat zijn twee losse matrassen. Ja. Je kan dus één groot bed gebruiken, ja, nou. Maar ook nog een los matras hier. Oh, sorry, hier. Ja, dat hier neerlegt. Ja. Dus ik lig daar wat hoger, en jij hier beneden, en die honden ervoor in. En dan hou je nog ruimte over. Ja, hou je nog ruimte over, ja. Misschien dat Wil en Peter ook wel bij ons willen intrekken voor vannacht. We wilden vlak voor vertrek... de honden inladen. Maar ik zie Trixie denk ik met de schoen. Ja, je hebt daar één schoen. Er is zonne twee schoenen. Nee, dat is mijn schoen. Ja. Nee, maar serieus, die kwam uit de camper. Ja, die kwam hier uit. Die had ik hier neergezet, maar Trixie heeft er één meegenomen. Die ligt op het gazon. Oh? Heb jij mijn schoen gepakt? Heb jij mijn schoen gepakt, Trixie? Was jij dat? Dat was jij, hè? Dat was jij. Oh, Trixie. Ja. Nee, joh. Dit is toch... Oh, dat is echt niet normaal. Dat is een hartstikke dure schoen. Nee. Trixie? Trixie, dit was jij, hè, Trixie? Ja. Ik kan ook eigenlijk niet boos worden op haar, maar. Ah, kijk eens wat jouw lieve hondje heeft gedaan. Nou ja, maar hij is een geel, toch? Heel? Heb je gezien hoe hij eruit ziet? Ja. Het lijkt alsof er een mijnwerker mee heeft gelopen 24 jaar. Even schoonmaken, hè? Schoonmaken. Wie is eens meer als je dan gaat? Zo, jongens. Klaar voor? Chico? Ga maar in de auto. Ik ga erop drinken. Ga er maar in. Ja. Ga maar in de auto. Goed zo. Trixie. Trixie is kwijt. Dat is wel nieuw. Oh, daar is ze. Trixie, kom maar. Ga maar in de auto. Stout het? Ga maar. Kom maar hier. Ga maar in de auto. Ja. Ja. Ga maar in de auto. Kom maar. Kom eens. Ja. Kom eens. Nou, ze luistert weer hartstikke goed. Nee, dus. Ga maar zitten. Goed zo. Kijk, zie je? Ze gehoorzaamt wel. Ja, ze is echt hartstikke gehoorzaam. Ja, ze luistert heel goed. Ja, goed zo. Zo, nou, de bende van ellende is aan boord.
niks. Hij starten nou, was goed en er lopen 4 cilinders. Dat deed hij even niet. Nee, nu wel. Nou, als jij vertrouwen hebt, dan heb ik het ook. Oké. Nog 223 kilometer te gaan. Ja, hè? Normaal gesproken is dat 2,5 uur rijden. Ja. En nu zijn we de voorauto nieuw. 4 uur rijden. Denk het wel, ja. Heel even, want waar komt erachter dat de kilometerteller het niet doet? Oh, hij zegt waarschijnlijk is maar één. Kijk, het verpaaltje. Ja. Waarschijnlijk maar één draadje. En dat is geen originele, want die is via AliExpress. Even de gordel. Hier is het altijd goed gedaan, dat is gewoon een GPS-kilometerteller. Ja, hij deed het wel, dat is wel grappig genoeg. Dan dit even los. Kijk, dit. Misschien net even een contactpuntje. Even opnieuw starten. Nee. Chico of Trixie heeft trouwens een vieze scheet gelaten. Ja, hè? Het is echt niet normaal. Chico, was jij dat? Was jij dat of Trixie, was jij dat? Volgens mij was jij het. Nee. Nou, dan moeten we het even zonder doen. We zijn halverwege, pa. Ja. Hij gaat lekker. Ja. Hey, joh, Chico, doe eens even rustig. Ja. Ben je blij mij weer te zien? Ik heb even koffie gehaald. Lekker. Ja. We doen nog even makkelijk hier aan de overkant, TKW. Ja. Nou, proost. Hè? Ja, zeker. Nou, perfect. Aan de helft. En hij heeft geen verkeerde tik gegeven, Kees. Het is mijn beurt. Ik ga rijden. Kom maar. Ga maar. Nou. Trixie, ik moet rijden. Doei! Oké, zo. Nou, ik zit. Pa stijgt ook weer in. Nog 120 kilometer. Nou, kijk eens. Bam. Hopje. We zijn er bijna. Ja. 10 minuutjes, pa. Nou, mooi. We hebben het wel leuk om een vriendje op te rijden, hoor. Zeker. Ja, nou. Dronder rijpen, we hebben het gehaald. Ja, dat is een mooie rit. Hij doet het perfect. Ja, prima. Het was een mooie rit, vind ik. En daar ligt de Susanna. Ja. Hoi. Doei. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in Friesland. Dankjewel, Wil. Oké, leuk. Kijk jij, pa, dat je niet water in rijdt. Hey, we staan prachtig naast de Susanna. Ja, dat is een mooi plaatje. Ja, mooi. De Susanna, daar ligt hij te shine, hoor. En wat leuk, Wil en Peter, dat we even een kijkje mogen nemen bij jullie aan boord. Gezellig. Peter, jij hebt het nog druk, hè, vandaag? Ik moet nog even aan het werk straks. Ja, wat doe jij voor werk, Peter? Ik verdedig de provincie een beetje op het water. Toezicht op het water mag ik aan meewerken voor de provincie. Dus je werkt en woont? En woont op het water, ja. Nou, volgens mij, er gaat een telefoon af. Ja. Volgens mij moet je aan het werk. Gaan we even pakken. Maar heb je nog heel even tijd om een rondleidingje te geven? Jazeker.
Zo, telefoontjes gepleegd. Ja. Wat een gaaf schip. Dank je. Echt, ja, het is een beetje mijn droomschip, zo'n trawler. Ja, het was ook ons droomschip. Ja, dat snap ik wel. Wat, hoe lang is de Susanna? 16,5 meter. Ja, ja. En breed, bijna 5 of zo? 4,5, zoiets, 4,40. Ja, ja, ja. En wat is het bouwjaar van? 2002. En hebben jullie hem nieuw gekocht? Nee, of? Wij hebben hem gekocht van de eerste eigenaar. En die man was schepenbouwer van beroep. Hij was directeur van een hele bekende scheepswerf. Dus de directeur heeft dit schip... Een van de directeuren, die heeft hem voor zichzelf gebouwd. Ja, en waar? Hier in Nederland? Of? In Roemenië. Ze hebben niet bezuinigd waarschijnlijk op... Nee. Jullie liggen hier zo bij een industrieterrein. De jachthaven van Dron Rijp is dit. En dat is een plek waar jullie veel verblijven hier? Nou, dit is onze vaste ligplaats. Ja. Ja. Net als jij. Ja. Jij hebt een plekje in Dordrecht. Dordrecht. Ja, het begint allemaal. En wij hebben het in Dron Rijp. Ja, ja. Het scheelt met 230 kilometer. Nou, zo. Ja. Maar gaan jullie vaak op pad? Nou, een paar keer per jaar. Ja. En dan verre reizen? Of, Nou, ja, wat jij ook doet, rondje Nederland. Ja. Ja. Gewoon 4 weken, maar dan echt wel iedere dag varen. En dan, heel enkel dus een weekendje, maar ja, dan, we zijn altijd aan boord, hè? Ja, ja, dat is het. Het is ook wel heel raar om dan met je huis ook weg te varen, dat vind ik. Ja, hè? Dan lig je in de jachthaven en dan zeggen mensen tegen je, hier zijn hele fijne douches. Ja, 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 hallo. Ja, heb ik zelf. Wat is je hoogte? De maximale hoogte is 6,80 meter. Ja? En met een gestreken mast is het 4,80 meter. Oké. Okay. Dan kan je eigenlijk net nergens onder door, zeg maar. Precies. Daar zit ik ook een beetje mee. Diepgang van 1,50 meter. Dat is hier af en toe wel eens pittig, denk ik, ja, of niet? Nou ja, de bredere vaarwegen kunnen we varen. Dus binnen Friesland kunnen we nog behoorlijk. Maar onze keuze ligt meestal de Wadden, het ruime water. Want het ruim is op. Daar voelt dat schip zich heel erg thuis. Dat kan, want het is gewoon een zeewaardig schip. Ja. Ja. Dan stel je de piloot in en dan gaat hij daarheen waar jij wilt. En dan heb je zelf nog meer ontspanning. Maar jij hebt voor je werk dus ook heel veel ervaring eigenlijk met het met varen. Je zit eigenlijk altijd op het water. Ik zit iedere dag op het water. Ja. Dus dan is de behoefte om zelf te varen iets minder. Ja. Wat doe jij in het dagelijks leven? Op dit moment niet zoveel. Ik ben ziek geweest en herstellende. En normaal ben ik verzorgende bij mensen thuis. Die help ik en begeleid ik. Dat is mijn werk. Maar je bent even uit te bruiken, om het zo te zeggen. Ja, nog steeds. Super vervelend, ja. Ja, alle jaar. Oké. Okay. Dus, ja, goed. Het is zoals het is, zeggen we dan. En we zijn heel positief. En na alles ben ik blij dat ik hier gewoon sta en alles kan doen. Maar, zo heftig is het eigenlijk wel. Ja, zo heftig is het wel geweest. Ja. Kijk wel anders naar het leven. Ben jij ook van het knutselen? Ja. Ja? Ja. Ik doe alle onderhoud zelf. Alles? Ook elektrisch en... Oh, dat is heel handig werk geweest vandaag. Kijk, jij hebt niet zo'n handige buurman als ik, Erik. Nee, die heb ik niet nodig. Maar jij bent zelf handig, dat is veel belangrijker eigenlijk. Ja. Ik ben reuze nieuwsgierig. Mijn pa is even de hondjes uitlaten. Die loopt daar ergens... ik weet niet wat het eerstvolgende dorp is hier. Nee, daar kom je bij het kanaal. Bijland. Die vermaakt zich wel. En dan is mijn vraag natuurlijk... Schippers, mag ik binnenkijken? Ja! Yes, kom gezellig binnen. Yes! De heuse loopplank. Ja. Met de naam van het schip erop. Zeker. Ja, gaaf. Moet ik mijn schoenen uitdoen? Ik heb voor jou sokjes. Heb jij voor mij sokjes? Echt kijk, waar? Kijk, speciaal voor aan boord. Kijk, jij schoenen aanhouden. Ik kreeg vroeger in het zwembad ook altijd. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan hoef je je schoenen niet uit te doen. Kan ik dat hebben, denk je? Oh, dat scheelt wel. Ja. Nou, we gaan gewoon kijken. Ja. Ik zie het soort uitgroot. En ik heb een blauwe jas aan. Nou, ik denk dat ik straks... compleet. Ik kan gesolliciteerd als grote smurf. Ja. En een rode pet op. Nou Peter, jij moet straks naar je werk en je zei van Kees, kom eerst even door naar de machinekamer. Ja. Want daar weet jij veel over, dan kan jij straks naar je werk. En dan doe jij straks de rest? Ik doe straks de rest. Lijkt me geweldig. Nou, we staan hier trouwens om te beginnen al even op het achterdek. Nou, dat is heel ruim. Ook afgesloten met een tent, hè? Ja. Dus je kan hier eigenlijk altijd zitten. Dat is onze serre, hè? In de winter, een zonnetje erop. Ja. In de winter zie je lekker zitten. Heerlijk, ja. En de zon hoeft er maar even op te staan en het is gelijk lekker warm. Ja. Maar waar jij begint te stralen, denk ik, ik zie het al een beetje aan je, is daar beneden. Ja. In de machinekamer. Ja, kom verder. Dat is een beetje jouw domein. Mijn domein. Ja? Wil heeft ook een klein domeintje hier beneden. Ja? Ja. Oh, dat wil ik straks wil ik maar die laat Peter wel zien. Dat is mijn droger, mijn wasmachine. Oh, dat is mijn spullen.
Nou, daar gaan we dan. Gevaar. Ik weet niet of je leven eruit komt. Nou, we gaan het zien. Deep down under. Ik kom toch op de mooiste plekken, mensen. Hè, dat is toch leuk? En zo staan we in de machinekamer. En het is een flinke machinekamer, Peter. Dit is een leuke machinekamer. Ja. Twee motoren. Twee motoren. Zie ik hier. Eentje links van jou. Ja. En eentje op rechts. Met hoeveel pk ieder? Dat is 2 keer 100 pk. Oh, dat is eigenlijk, valt dat nog wel mee? Ja, dat valt wel mee. Het is geen turbo's. Het zijn motoren die ook weinig brandstof verbruiken. Dus je kan relatief goedkoop varen. Maar hier ben jij heel wat uurtjes aan het knutselen. Ja, onderhoud van het schip. Ik heb hier mijn werkbankje. Maar wat mij opvalt is dat het allemaal heel geordend is. Ja. Ook de elektriciteit, alles is netjes geordend. Alles heeft zijn plek. Dat doe je dus ook zelf? Dit staat er allemaal in. We hebben een paar jaar terug zonnepanelen erop gekregen. Nou, dan, die sluit ik zelf aan. Nou, dat scheelt wel dat je dat zelf kan. Want als je dat moet uitbesteden... Ja, maar ik vind het ook leuk. Ja. Ja, ik vind het leuk. Ik kan er niks aan doen. Dat is mijn ding. Ik weet ook bijna waar ieder leidingje en ieder kabeltje naartoe gaat in dit schip. Is dit jullie eerste schip? Nee. Ik ben op mijn 5e jaar begonnen met varen met mijn ouders. En ik heb heel veel snelle speedcruisers gehad toen ik jong was. Toen hebben we een motorcruiser gekocht van 11 meter. Daar hebben we ook 2 jaar op gewoond. En toen hebben we die op een gegeven moment weggedaan. Toen kregen we een huis. En toen hebben we altijd speedboten gehad, rips en andere snelspul. Altijd iets. En overal mee naartoe gesleept, heel Europa door. En op een gegeven moment kwam de behoefte weer om op een schip te wonen. En toen zijn we gaan zoeken. En na een lange zoektocht hebben we Susanna gevonden. En ja, we zochten eigenlijk iets groter, maar dit bleek... Nog groter? Ja. Ja? Ja, eigenlijk een Europa. Weet je wat Erik en Diana, een beetje een Enjoy Life. Ja, nee, nog groter. Dus echt waar, ja, 45 meter lang. Zo. Maar ik ben blij dat het niet geworden is. Nou, dat beperkt je wel natuurlijk, hè? Niet alleen dat, maar het onderhoud vooral. Ja. En dit is groot genoeg voor 1 persoon om te onderhouden. Want de machinekamer is natuurlijk het hart van het schip. Ja. En als je dat niet hebt, dan is het een woonboot. Als je wilt varen, dan heb je machinekamer nodig en die is gewoon heel belangrijk in je schip. Oh, dit is, ik zie hier een foto. Ja, dat was onze laatste speedboot. Kijk, dat zijn sweet memories. Ja, in de machinekamer. Ja, maar dat is toch hartstikke leuk om zo die herinnering op te halen. Ja, zeker. Ja. Ja. We hebben daar bij de wasmachine staat ook de cv-ketel, een Kabola. Oh ja. Ja, oh. Dat, we hebben het cv-systeem van Kabola en we hebben daar nog 2 warmtepompen, CQ airco's. En je kunt daar ook nog mee verwarmen eventueel als je dat zou willen. Dus je bent eigenlijk compleet zelfvoorzienend? Helemaal. Een tank vol dieselolie en dan hebben wij verder niks nodig. Ik zit inmiddels in de lazaret. Ja, zo noem je het. Heb ik net gehoord van Peter dat het zo heet. Ja. Maar dat is een soort bijkeuken, bijmotorisch... Ja, bijruimte, bij machinekamer. Bij machinekamer. En ik zie hier een apparaatje staan. Dat is een 3D-printer. Maar wat doe je daarmee? Nou, als ik bepaalde dingetjes nodig heb of zo, dan ga ik kijken. Kan ik die zelf printen of zelf tekenen en printen? En het kan heel handig zijn. Nou, voor een voorbeeld is voor de weerstation, voor je buitensensor, heb ik dit geprint. Dat heb je zelf gemaakt? Ja. Ja, dat herken ik wel, ja. Ja. Vond ik leuk. Wat is dat? Ja, dat ja, het is zo'n kunststof plastic soort. Ja, en zo kan je heel veel dingen maken. En dan ontwerp je, download je van... Ja, dit heb ik al gedownload en vergroot, zodat mijn sensor erin past. Nou Peter, ik ben reuze benieuwd. Machinekamer vond ik superleuk om te zien. Jouw domein. Ja. We gaan nu even de woning in. De woning. Nou, we gaan stuur uit natuurlijk. Oh. Ja. Die zit dicht, de machinekamer. Stap ik zo de woning in. Oh, wat een lekker tapijtje ligt hier. Heerlijk. Ja, dat ligt er net in. Ja? Ja. Speciaal voor mij? Ja, speciaal voor mij. We hadden dat zelf ook graag. Ja. Ja. Heb je stuurhut in? Ja, dat is mijn aardige stuurhut. Wat een ruimte, Peter. Ja. En wat de knopjes. Ja, dit, knopjes is mijn hobby. Ja, dat kan je zien. Maar wat een apparatuur. En dit zat er niet in, neem ik aan. Niet alles. Nee, je hebt wel veel. Het meeste zat er wel in. Eigenlijk wat ik toegevoegd heb is een computer en een beeldscherm voor een digitale kaart. En natuurlijk heeft het Simrad systeem ook een kaart. Maar dat is niet zo gedetailleerd als de kaarten van die anders te krijgen zijn. En Simrad is toegespitst op zeevaart. Dus die kaarten die zijn voor binnenwater niet echt gedetailleerd. Ik heb OpenCPN, dat is een gratis systeem. Ja. Dat kun je downloaden en dat geeft aan je windrichting, je roerstand, je snelheid, je diepte met een grafiek erbij. En alles wat je maar wil kun je in het scherm zetten. De schepen om je heen door middel van het AIS systeem. Ja, ja, zeker.
Ja, dus dat heb ik eigenlijk zelf bijgebouwd. Ook heb ik daar camera's op voor het inparkeren, voor het achteruit inparkeren. Oh, ja? Ja. Kan je dat laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Luxe. Achteruit inparkeren is deze heel... dan heb ik geen kaart nodig als ik daar af en in wil. Maar ik kan precies zien hoeveel ruimte ik heb voor en achter. Dat is toch heerlijk, want je hebt wel echt een enorme dode hoek eigenlijk. Ja. En je hebt geen spiegels. Nee. Dus je staat hier... Ik moet alles met camera's doen. Ja, maar heb jij ook een buitenbesturing? Of? Ja, we hebben boven ook nog een besturing. Maar gebruik ik nooit. Nee? Nee, ik vind dat lekker alles wat om me heen, een muziekje aan. En, maar ik heb boven is ook in principe alles. Hé, hey, maar wat zie ik hier nou? Dat zijn mijn stabilizers. Stabilizers? Dat houdt het schip... Dat houdt het schip recht. Dat is een duurzaam. Ik krijg hem eigenlijk niet aan het schommelen. Zo, hij deint wel en we hebben behoorlijk harde winden wel gehad op zee. En, maar hoe werkt het dan? Dat zijn twee roertjes, die zitten eigenlijk halverwege het schip. Ja. En die maken een tegengestelde beweging aan de beweging van het schip. Oh. Er zit een sensor in het schip en die registreert dat het schip gaat schommelen. En dan gaan die roertjes gelijk onafhankelijk van elkaar tegenwerken. En, zodat het schip dus recht blijft. En dat wilde die man, de directeur van de scheepswerf, wilde dat er gewoon op hebben. Denk het wel. Dat is toch wel een hele leuke, dure optie. Leuk, ja. Zelfs satelliettelefoon hebben we ook. Ja, ja, ja. Zit er ook op. Ja. Een automatische piloot natuurlijk. Dat is een fijn kraantje, weet je? Ja, er zijn twee kraantjes en... De ene kan de andere ook nog pakken, kan hem naar beneden laten zakken. Oh, achter je ook nog eentje, ja. Ja, twee kanten. Ik zit zoveel te kijken, maar dat is wel super. Dus, maar alle zware dingen kan je er ook mee. Ja, tot een paar honderd kilo. Ja, dat is natuurlijk wel super. Ik hoor Trixie piepen. Die zitten in de brandweerwagen. Trixie, even stil, ja? Kun je lekker zitten als het warm weer is. Maar varen doe ik hier eigenlijk nooit. We staan inmiddels op het voordek, op de Portugese brug. De Portugese brug, hè? En dan kan je hier zo dat deurtje over doen, toch? Ja. Ja, dat geeft echt een zeeschipgevoel. Ja hoor. Ja, een zware deur, hè? Ja, als je hier zo voor staat, dan krijg je wel een beetje het King of the World gevoel. Ja, inderdaad. Zo, wij hebben ondertussen even een bakkie gedaan, pa. Ja, en een lekkere koek erbij. Een koek erbij, heerlijk. We hebben het helemaal goed hier, hoor. Nou, ja, fijn. Super gastvrij. Ja. Nooit meer weg. maar vind je het wat zo? We zijn inmiddels in de woning, hè? Ja. Daar zijn ja. we. Nou, we krijgen straks even een rondleiding van jou. Want Peter, jij gaat naar je werk toe. Ik ga naar mijn werk. Nou, dan wil ik jou in ieder geval bedanken voor je rondleiding. Dankjewel. Dit gedeelte. Tot de volgende bestemming. Ja, superleuk. Nou, Wil. Nou. Dit is een ruime woning, kan ik wel zeggen. Dit is de woning. Heel fijn. Grote bank. Ja. Die nu ook benut wordt door vaders. Ja. Zit hij lekker? Ja, prima. Ja. Oh, ja. Ja. Jij hebt er ook een. Ja, nu zie ik een mooie prachtige rode brandweerauto. Ja. Ja. Hè, maar, nou kijk, dit hebben we dan s'avonds met de televisie aan. Ik vind het heerlijk, want overdag, ik wil dat dus niet. Nou, ik snap het wel. Kijk, je kijkt nu echt tegen je tv aan en overdag dan zeg je van... Wauw, wat een gave brandweerauto staat er. Nou, daar staan we dan. Dit is de keuken, hier hebben we de kastjes. Hier hebben we bijvoorbeeld mijn magnetron. Oh ja, die zit erachter. Ja, hebben we achter de deurtjes. Warm en koud water, zoals wij thuis ook hebben. Ja. In een huis tenminste. Een vaatwasser. En we hebben een oven met mijn kruiden en mijn dingetjes allemaal. Ga je mee naar beneden? Gaan we daar even kijken. Nou, daar hoor ik ook niet iedere dag. Spannend hoor. Vind je? Ja, ik vind het gewoon heel leuk om overal binnen te kijken. Ja, dat snap ik helemaal. Want... Dat, heb jij zelf dat niet dat je denkt, als je ergens een bootje ziet liggen of een huis, dat je denkt, ik zou er graag een keer binnen willen? Ja, ja. Nou, nu doen we dat gewoon. Ja, je kunt gewoon... Daarom vind ik het ook heel leuk om te doen. Om een ander een beeld te geven hoe wij nu precies wonen. Want die kans krijg je gewoon niet. En hoe vaak sta je niet aan de kant dat je denkt... Oh, mag ik even binnenkijken? Nou, precies. En dat doen we toch, kijk. Ja, superleuk. Nou, ik zou zeggen, kom mee. Dit is ons gastenverblijf. 1, 2,
3, 4. Zo, ja. Dan kun je een hoop mensen kwijt. Ja, 4 personen. En wordt dat vaak benut? Hebben jullie vaak veel gasten? Onze zoon en schoondochter die slapen hier vaak. En onze kleinkinderen. We hebben dat hekje daar ook, dat ze er niet uit kunnen vallen. En dat vinden ze een feest, denk ik. Heel slapen leuk. Op een boot. Ja, sowieso. Ja. We hebben nog een kast en opbergruimte. En dan hebben we hier nog een badkamer. Ja, een grotere badkamer als het gastenverblijf. Met hier nog een douche. Nou, de rondleiding zit erop, Wil. En je ziet hem misschien al. Het puntvlaggetje van de vloggende bestemming. Hé, hey, dankjewel. Iedere deelnemer die krijgt die. Dus super. Die komt hier boven in de mast te hangen waarschijnlijk. Nee, ik denk het niet. Want? Het schip staat te koop. Wij hebben het roer omgegooid. En wij gaan verhuizen. Als alles goed gaat en het schip wordt verkocht, is het bedoeling dat wij naar een warm land vertrekken. Wat heerlijk. Yes. Maar mag ik hem meenemen? Oh, dan gaat hij mee in de koffer? Ja, dan wil ik hem daarop hangen. Hartstikke en dan leuk. Hoop ik dat je daar een keertje komt. Ja. En nou, dan, en hebben jullie al een idee waar dat zou kunnen zijn? Nou, waarschijnlijk Curaçao, zoals het... ja, daar willen we naartoe gaan. Maar dat is, daar willen jullie gewoon gaan genieten van... Ja, het leven is me heel lief geworden en ik lief het leven. En we gaan genieten van elkaar en heel veel van onze kinderen, kleinkinderen. En dat is wat we willen. Vrienden die daar wonen, dus het gaat goed komen. Ik zal even een linkje naar de advertentie hier onder deze video zetten. En misschien ja, zit er wel iemand te kijken die denkt, Susanna, dat is net een schip voor mij. Ja, ja, precies. Maar ook wel dubbel lijkt me dat jullie dan het schip gaan verkopen en een ander leven eigenlijk tegemoet gaan. Ja, dat klopt. Want ik heb altijd gezegd, ik wil met een kistje van dit schip af. En door mijn ziek zijn is het gewoon veranderd. En wordt het... tijd dat we het roer omgooien en dit gaan doen, maar we zijn wel heel blij. Soms moet je keuzes durven maken, jullie doen dat. Ja. En dat is, dat lijkt me inderdaad dubbel. Ja. Maar je hebt maar één leven en jullie plukken de dag en dat precies. Is fantastisch. Dus dit vlaggetje gaat misschien wel naar Curaçao. Yes, hij gaat mee. Nou, helemaal super. Ik wil je ook bedanken voor dat we hier aan boord even een kijkje mochten nemen. Een paar zitten daar in de zon. En wij blijven hier vannacht naast de Susanna overnachten. Heel gezellig. Ze zei, blijf gewoon hier. Want wij gaan morgen dus een ander schip bezoeken. Hier in Friesland, in Grauw. Dus ja, dat is een kwartiertje hier vandaan. Ja, daarom. Dus, we staan hier prima. Dus vannacht slaap ik met mijn pa en de twee hondjes in de VB-001. Ja. Dus dat wordt vast wel weer een avontuur. Maar ik wil jou bedanken voor het meedoen in deze tweede aflevering van Schipper Mag Ik Binnenkijken. Jij ook heel hartelijk bedankt, Kees. Top. Super. En het gaat jullie goed. Dankjewel. Rondleiding zit erop. Ja, ja. Heb jij een beetje vermaakt hier? Ja hoor, ik zit hier lekker uit de wind. Ja hoor. Uit de wind. Heerlijk. In het zonnetje. Als je er is althans. Dat is een beetje bedenkelijk. Maar en mooi uitzicht. Ik kijk zo op het water. En daar heel in de verte is het Harrismakanaal. Als ze nu naar zijn boot voorbij gaan. Ik heb mijn ogen ook even dicht gehad. En willen ze nu eten klaarmaken voor Wil ons? Wil is eigen gemaakte bami aan het klaarmaken. Daar hebben we nu al zin in. Heerlijk. Ja. Dus we hebben even ons eigen momentje hier. Straks eten we daar aan boord. En we blijven dus vannacht hier slapen in de VB-001. Ja. Dat gaat wat worden, ongelooflijk. Maar dat ga je zien in de volgende aflevering van Schipper Mag Ik Binnenkijken. Ja, oké. Okay. Dat is volgende week woensdag weer om 8 uur. Ja, maar vannacht, hoe gaat dat dan vannacht? Geen idee. Oh. Daar maak ik me ook een beetje zorgen over. Ja. Maar dat zie je dus volgende week. Like deze video eventjes en abonneer nog op het kanaal van de vloggende bestemming. Ja. Hè? En dan zeggen wij, zoals altijd, bedankt voor het kijken en tot... de vloggende bestemming. Nou, in één keer goed. Oké. Okay. Hoi! Doei.